De Maastrichter Malteser Bierbrouwerij. Omschrijf eens in een paar zinnen wat jouw bedrijf inhoudt. Het bedrijf zet zich uit in drie vormen. Eén is een microbrouwerij, waar we weer bier op kleine schaal brouwen. Een winkel waar we meer dan 200 verschillende soorten bieren aanbieden. En daarbij een brasserie, waar food met bierpairing eigenlijk hoog in vaandel staat. Okay. Het is net afgelopen zomer eigenlijk geopend. Hoe is het begonnen? Want je bent er natuurlijk al langer mee bezig. Hoe is het eigenlijk begonnen dat je aan dit avontuur toch wel bent begonnen? Ja, lang verhaal misschien. Ja. Lang verhaal kort dan. Met mijn 13e begonnen in de afwas, toen eigenlijk het horecavirus te pakken gekregen. Middelbare hotelschool gedaan, verkort, hooghotelschool. En mijn eindstage bij Mise en Place gedaan. Dus rechterhand van de directeur. Een beetje dat ondernemerschap over de schouder meegekeken. En ik wilde graag zelf ondernemen. En in 2011 mocht ik meehelpen aan de Plato Bierdinees op de hotelschool. Zo ben ik eigenlijk een beetje de bierwereld ingerold. Ik heb de brouwers in Nederland en België veel leren kennen. Samengebracht op verschillende beurzen. En toen kwam opeens het nieuws dat Servatius, die nog eigenaar was van de Ridderbrouwerij, de panden te koop zette. Ja, en toen gingen alle bellen rinkelen. Ik denk, dat is een mooie plek voor horeca met een geweldig terras aan de Maas. Maar zeker een mooie plek om weer bier te brouwen. En zeker bier naar oud recept. Dus zo geschieden. Zo geschieden. Maar toch ook wel, denk ik, de passie voor het product, in dit geval het bier. Of is dat gewoon een element? Nee, toch? Nee, uiteraard. Nee. Uiteraard is dat een van de belangrijkste zaken. En dat begint met het slokje pils van je vader op vakantie. Ja. En later gaat dat door naar heel veel pilsjes in de horeca. Ja. En uiteindelijk leer je dan die speciaal bierwereld kennen. En dan kom je er eigenlijk achter dat bier een veel breder spectrum heeft, ook met het pairen van gerechten daarbij. Maar ook in smaak, omdat het gewoon meer natuurlijke ingrediënten heeft dan bijvoorbeeld wijn. En kun je op een veel breder vlak eigenlijk je smaakpapillen kietelen. Ja. En dat is iets wat heel mooi is. En je leert een wereld kennen die je makkelijk ingestapt bent via het pils. En later duik je dan die speciaal bierwereld in. En die is heel breed en die kan vrij diep gaan. En die is ook booming nu, hè? Toch? En die is al een aantal jaren booming, ja. Dat komt. Meestal komen de trends overgewaaid uit Amerika. Mm-hmm. En terwijl de brouwtraditie echt wel in België, Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk, een beetje hier in de bohemen ligt. Als we het over gaaf hebben, wat vind je zelf het gaafste aan je dagdagelijkse werk? Dat je zegt, nou hier, als ik dit zie gebeuren of dit lukt me, daar krijg ik eigenlijk een kick van. Wat is dat? Ja, wat heel gaaf is, is dat je van een oud recept vertrekt. Hè? Je geeft daar je eigen invulling aan. Je gaat dat bier brouwen. Je moet ontzettend lang wachten, want dat brouwen dat doe je in een dag. Maar vervolgens ben je gauw 4-5 weken verder, wil het bier afgevuld zijn. En dan voor het eerst in je eigen horecazaak, uit je eigen bierkraan getapt worden. En als je het dan voorschotelt aan mensen en vraagt om een recensie achter te laten, ja, dat die dan positief is en die blij zijn en er nog één bestellen. Ja, dat is mooier kun je niet wensen. Ja. Je bent zelf natuurlijk altijd een stukje kritischer. Dus in het volgende brouwsel passen we weer iets aan naar wat wij belangrijker vinden nog van smaken die naar boven moeten komen. En zo verschillen die brouwsels nu nog iedere week. En zijn we bijna klaar om het definitieve te kiezen. En dat is best een uitdaging. En dat is straks heel klein begonnen en moet in de jaren groot worden. Dus dat is wel kicken. Netwerk, ook in de eerste jaren als jonge ondernemer, zeg jij, is ook wel een cruciaal iets. Wil je bedrijf ontwikkelen eigenlijk? Daar investeer je, daar geloof jij in ieder geval in, het netwerk. Ja, ik denk dat een van de belangrijkste dingen is. En je moet eerst in jezelf geloven, je moet in je product geloven. En je moet daarnaast mensen hebben die het jou gunnen. Hè? Ja. Je kunt ergens hoog van de toren blazen en de markt willen penetreren. Maar ik denk dat op lange termijn niet werkt. En dat is een beetje mijn geluk geweest, dat ik de kans heb gehad om zo'n netwerk uit te bouwen. Dat betaalt zich nu al uit, al is het alleen maar aan mensen die de duim omhoog steken en zeggen ga zo door en geef niet op. Dat zijn ook mensen die zeggen je moet doorzetten. Ja. Je hebt nu als standplek, of als startplek in ieder geval, Maastricht gekozen. Is dat de ideale locatie voor je bierverhaal en de bierbrouwerij en het concept te ontwikkelen? Of is het puur omdat dit te koop stond en op jullie pad kwam? Of zou je liever eigenlijk in een andere regio willen zitten? Nee, ideaal is het één, omdat ik zelf een hart aan Maastricht verloren heb. Dus ik ben er graag, ik zit hier op mijn plek.
Twee, dat er natuurlijk een voormalige ridderbrouwerij is gevestigd. Dus die plek heeft bij de Maastrichtenaar ook een verleden met bier. Hè. Ze dragen allemaal die plek toch wel in hun hart. Het Malteserbier, wat voor ons ook een verwijzing geeft naar Malta. En Malta heeft eigenlijk een beetje eenzelfde rol voor Europa gehad als Maastricht dat gehad heeft. Hè. En dat is het Europa hoe het er nu uitziet. Hè. Dat is het beleg ooit helemaal van Malta geweest, hè, die de Ottomanen tegenhielden. Tot aan de euro die in Maastricht geslagen is. Dat is allemaal pre-Europa. En die twee linken naar elkaar en die samenwerken met Malta is nu ook opgezocht. Dus de Maastricht is wel heilig in dit concept. Je start zoiets op als ondernemer en dan kun je niet om 9 uur inklokken en om 5 uur uitklokken. Dat gaat helaas niet. Hoe zit het met, het is vrij clichématig, maar ik stel hem toch, hoe zit het met je balans tussen werk en privé, partner, horecazaak, dus ook niet om 6 uur gesloten. Hoe ga je daarmee om? Heb je de balans al gevonden? Is die er überhaupt te vinden ooit? Ja, ik denk dat dat even uit balans is bij een startende zaak. En omdat dan je volle focus naar de zaak gaat en moet gaan, vind ik. Het is wel eens goed om even afstand te nemen. Een paar dagen ertussen uit te gaan, alles maar 1 of 2 dagen. Om even fris terug te komen. Eén, voor je privé situatie is dat wat beter. Maar ook om die frisse kijk weer even op de zaak te krijgen. Ja. Dat is goed. En twee, vind ik altijd, zou mijn advies zijn, als je een zaak begint, dan zijn de 3 W's altijd belangrijk. Dat is wonen, werken, wederhelft. Dus dan moet er in ieder geval, mogen dus niet alle 3 ontregeld zijn. Okay. Dus je moet vanuit een goede baan vertrekken. Ja, of in ieder geval een baan waar je lekker zit. Of je moet vanuit een goede relatie vertrekken. Of vanuit een plek waar je fijn bent. Als dat overhoop ligt en je stort je dan in je zaak, dan gaat het denk ik privé fout. Dus die basis moet goed zijn voordat je je daar volledig aan overgeeft. Wat je net zelf vertelt, hè? Dus de bierbrouwerij met het bier en de rondleidingen, de bierwinkel en ook de horeca. Die 3 luiken is ook nodig om elkaar in balans te houden. Puur alleen een brouwerij zou lastiger zijn of... Ja, dat denk ik wel. Ja. Vaak is zo, als je een proeflokaal of een brasserie bij een brouwerij hebt, dan blijven de mensen na de rondleiding ook daar. Hè. Ze kunnen de verschillende bieren proeven. De winkel hebben we daar echt als serviceproduct. Hè. We hebben daar het concept gefranchised van de Hoppy Brothers, hè, die daar meerdere bieren aanbieden. We hadden kunnen kiezen voor alleen een brouwerijwinkel waar je ons mout kon kopen, waar je ons bier kunt kopen en merchandise spullen. Ja, je wilt dan meer, je wilt meer mensen ook naar die plek toe halen. Ja. En ook daar ligt vaak de vraag van, joh, kunnen wij een proeverij krijgen? Ja, die proeverij kun je weer hosten omdat je een brasserie hebt. Dus het is eigenlijk een soort totaal aanbod, terwijl die concepten niet los van elkaar allemaal winstgevend zijn. Maar het hele spel samen moet elkaar ondersteunen. En de winkel is bijvoorbeeld een serviceproduct daarin. En die winkel die is open, die wordt bezocht door mensen, die kunnen informatie krijgen. Vanuit daar kunnen we straks rondleidingen starten. Dus het is een beetje aanvullend aan elkaar eigenlijk. Ja. Maar ja, ik merk wel uit het gesprek dat jullie hebben er echt meer dan 1 nacht over geslapen om het concept en het verhaal uit te werken. Je ziet toch tegenwoordig heel, vind ik opvallend, redelijk wat ondernemers die zich dan plots horecaondernemer noemen en even restaurantje gaan spelen. Ja. En dan in 9 van de 10 gevallen ook een half jaar later niet meer bestaan. Jullie hebben toch wel echt, merk je, aan het verhaal en de beleving gewerkt. Hè? Ja, die staat centraal eigenlijk. Ja, ja. En dat zou denk ik in iedere zaak centraal moeten staan. Ja. En dat is ook het punt waarvanuit je vertrekt. Ja. En wat ook de stip op je horizon moet zijn, want anders weet je niet waar je aan het werken bent. En dat heeft bij ons, we zijn heel goed voorbereid, maar dat heeft bij ons gewoon heel lang geduurd. Ja. Want het pand kwam te koop, dat had er mee te maken. Toen kwamen er nog twee locaties bij binnen die Ridderbrouwerij waar we iets mee konden. Dus we hebben ook met schuifjes en met radertjes moeten draaien. Tot denken we, oké, gaan we dit nu doen op die 3 locaties binnen de Ridderbrouwerij? Of blijven we bij 1 en zetten we die ketel in huis? Ja, dat is allemaal afwegen. Ja, en dat concept met een stukje bouwvertraging en alles duurt langer. En de vergunningen en waar iedere ondernemer mee te doen heeft. Heeft dat tijd nodig, heb je lange adem nodig. Ja. En dat is het eerste stukje doorzetten. En als dan je wonen, werken, wederhelft klopt, dan heb je lange adem. Ja. Dan kun je daarop terugvallen. Juist. Ja.
Als iemand nu ook op het punt staat om als ondernemer te beginnen, wellicht ook in de horecasector, welke tip zou je hem of haar meegeven uit je eigen ervaringen? Ja, dus blijf dicht bij jezelf en verzamel de juiste mensen om je heen. Slaap er nog eens een paar nachtjes over. Je moet echt wel weten dat je dat wil. Dat het geen bevlieging is? Of, geen bevlieging, ja. Nee. Ik ben bereid op een houtje te bijten, want dat gebeurt bij iedereen. Ja. En je moet niet vies zijn van de uren en je moet tegen kritiek kunnen. En zorg dat je een goede basis hebt. En dat kan een goede partner zijn, thuis of zakelijk. Ja. En dat kan al een bewezen concept zijn waar je gaat franchisen, wat misschien makkelijker is op te starten. Het is altijd makkelijker om een kroeg op de hoek over te nemen, hè, want dat pand staat er al, dat is al horeca ingericht, dan dat je in die lege huls begint. Maar ja, als je daar net de uitdaging in ziet, dan moet je bereid zijn om nog een langere adem te hebben. Maar dan maakt het wel weer uniek. Maakt het voor mij uniek, ja. Dus, ja. Dankjewel. Alsjeblieft.